wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Weer een weekvlog, maar dit keer een iets ander weekvlog dan dat jullie van me gewend zijn. Want het is nu geen vrijdag, maar het is alweer woensdag. Normaal start ik op vrijdag een nieuw vlog. Alleen dit keer werd ik ziek. En als ik ziek word, dan heb ik soms dat ik zo ziek word dat ik opgenomen moet worden. En dat was zaterdag zover. De hondjes zijn blij dat ik er weer ben. Vandaag ben ik weer thuisgekomen. Nou, in het ziekenhuis heb ik niet gevlogd. Dat vond ik zelf niet gepast. Ik heb wel van alles gedaan. Ik heb aan makkelijke projecten gewerkt. En dat is een project wat bestaat uit twee halve bollen. Scheepjes wel. Hij is bijna af. Ik kan nog niet heel veel meer laten zien dan dit. Maar er zitten heel veel draadjes aan. En ik had er wel aan gedacht om mijn haakwerk te laten inpakken. Maar ik had er niet aan gedacht om ook een naald in te pakken. Dus mijn eerste taakje zo gaat worden om mijn draadjes af te hechten. En ik ben begonnen aan een nieuwe bolwul. Nou ja, zoals je ziet ben ik nog met de eerste kleurwisseling bezig. Dus ik ben nog niet zo ver. De aankomende dagen wordt het rustig aandoen. Ik hoop aan de Exploration Station verder te kunnen werken. Ik hoop dat ik daar de rust voor heb om me daar goed op te concentreren. En verder wil ik misschien wel een beginnetje maken met het uitwerken van het patroon van dit project. En wat ik verder ga doen weet ik eigenlijk nog niet. Vooral rustig aandoen, want mijn lichaam moet echt nog wel herstellen. De hondjes zijn blij dat ik er weer ben. Ik ben zelf natuurlijk hartstikke blij dat ik weer thuis ben. En dit gaat een korte vlog worden. Maar ik ga jullie toch nog in de laatste dagen meenemen in mijn creatieve avonturen. Vriendin van me die heeft een hele grote Facebookgroep en een groot YouTube kanaal. En op de groep hadden ze bedacht dat het leuk is om voor haar verjaardag dat iedereen iets maakt met een hartje. Nou, ik ben aan de slag gegaan. Een hartje geborduurd. Een steekmarkeerder in de vorm van een hartje aan een sleutelring in de vorm van een hartje. En twee koordjes eraan. En de binnenkant heb ik mooi geel gevoerd. En dit is een yarnbag geworden. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. Dit filmpje heb ik al een paar weken terug opgenomen, want toen was hij al klaar. Maar ik kon hem natuurlijk niet eerder laten zien. Maar ik ben heel trots op het resultaat. Ik heb de eerste toer brioche gebreid. Nou, dat is best een spannende steek. En dan wordt er geadviseerd om een lifeline mee te breien. Nou, dat heb ik gedaan. Het voordeel van de singnaalden is dat er een klein gaatje in zit. Daar kan ik een draad doorheen doen. En stel, ik ga zo erg de mist in. Dan zit het draadje door deze steek heen. Dus als ik nu een paar toeren ga breien, dan blijft het draadje even hierin zitten. En die trek ik er aan het eind van het... als die af is, trek ik hem er weer uit. Maar stel, ik heb een aantal steken gebreid. En ik ga zo erg de mist in dat ik het niet meer kan herstellen. Dan kan ik de steken gewoon uittrekken en hier via de lifeline weer oppakken. Zodat je niet alles over hoeft te doen. Nou, ik vind hem heel spannend. De kleuren ga ik iets anders doen. Want bij brioche is het wel heel mooi als je echt twee tegenoverliggende kleuren hebt. Nou, dan vond ik deze net te dicht erbij zitten. En het moest eigenlijk met die en die kleur. Maar ik heb nu voor die kleuren gekozen. Dus ik moet eraan denken in de andere toeren. Dat ik dan ook andere kleuren pak. Want anders klopt die straks niet meer. Want dan heb ik te weinig garen. Ik ben heel benieuwd. De eerste toer ging eigenlijk heel erg goed. En ik ga nu heel goed lezen voor de rest. Gisteravond alle draadjes kunnen wegwerken. Nou, dat waren er toch nog best wel wat.
Dus dit project kan ik gaan blokken en dan kan ik het patroon gaan uitschrijven. Dus dat is wel fijn dat ik die nu af heb. En met de Exploration Station ben ik begonnen met de volgende toeren, met het brioche breien. Nou, ik heb nu 2 toeren af, dus dat is 4 toeren haken. Of breien bedoel ik natuurlijk. En ik vind het heel spannend of het goed gaat of niet, want dat is nu nog lastig te zien. Maar als het goed is, ga ik dat vanaf de volgende toer zien. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, ik zit nu even rustig aan tafel. En waar ik mee bezig ben, is het in elkaar zetten van steekmarkeerders. Kijk, allemaal engeltjes. Oh, even kijken dat hij goed scherp stelt. Kijk, allemaal leuke kleurtjes. Die heb ik al gedaan. En ik ben nu met corset en knitting queens bezig. En dan heb ik nog allerlei andere leuke die ik ook nog in elkaar ga zetten. Nou, lekker klusje om rustig te doen. En dan ga ik lekker mee verder. En nou ja, die staan al in de shop. En die komen er heel binnenkort. Waar zijn de brokjes? Waar zijn de brokjes? Wil je eten? Wil jij graag eten? Nou, ga maar naar de brokjes dan. Ga maar. Ja, daar zijn de brokjes. Yippie. Yippie. Wil je brokjes? Die? Het is niet genoeg. Nog niet genoeg? Zijn ze nog niet genoeg? Nou, alsjeblieft. Het is alweer vrijdag, het einde van mijn weekvlog. Normaal in de ochtend. Maar ik was even vergeten dat het alweer vrijdag is. Ik ben de dagen een beetje kwijt. Dus daarom in de middag het einde. Nou, ik heb het eerste stukje brioche breien gedaan. Ik vind het wel heel gaaf worden. Hier zie je voornamelijk de roze kleur. En op de achterkant zie je voornamelijk de blauwe kleur. Ik ben zo happy met dit garen. Het patroon is echt wel een uitdaging. Maar ik leer zoveel in korte tijd. Ja, hier word ik helemaal blij van. Nou, hier ga ik ook aankomende week lekker mee verder. En verder ben ik druk met mijn roll project. En zoals je ziet zit er nog maar een heel klein stukje met lichtroze. Dus bijna de eerste grote verandering in kleur. Dan is het lichtroze er helemaal uit en dan gaan we naar een tintje donkerder. Ja, ik heb natuurlijk nog wel aardig wat te doen, maar het valt me mee wat ik sinds woensdag hier al aangehaakt heb. Nou, ik wil je weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je aankomende week ook weer kijkt en ik hoop dat ik aankomende week iets afwisselender weer kan handwerken als afgelopen week. Bedankt voor het kijken en wie weet... Tot de volgende keer.